Hallo, ik ben Roel. Ik wil je wat gaan vertellen over fietsbrillen. Met name ook waarom je een fietsbril zou kopen en waar je op kan letten op het moment dat je er een gaat kopen. Een fietsbril die heb je primair op voor de bescherming. Bescherming tegen zon enerzijds, maar nog belangrijker, bescherming tegen de wind, bescherming tegen vliegjes die in je ogen kunnen vliegen. En bij mountainbiken of bij fietsen bij slecht weer bijvoorbeeld ook bescherming tegen opspattend water en modder. Allemaal zaken die dus belangrijk zijn en die een bijdrage hebben in de veiligheid met fietsen. Wanneer je een fietsbril gaat kopen, dan gaat het primair natuurlijk over de lenzen. Er zijn fietsbrillen met een vaste lens, er zijn fietsbrillen met een wisselbare lens, waardoor de lens gevarieerd kan worden in kleur, lichte lenzen of wat minder donkere lenzen erin. En er zijn lenzen die vanzelf lichter en donkerder worden naarmate er meer of minder zon is. Dat is heel handig, want dan hoef je namelijk niet de lenzen te wisselen afhankelijk van de weersomstandigheden. Waar je verder op kan letten op het moment dat je een bril gaat kopen, dat is natuurlijk de pasvorm. Het is belangrijk dat de bril goed aansluit. Voldoende in ieder geval aansluit om ervoor te zorgen dat modder niet tussen de lens en je gezicht doorgaat en alsnog in je ogen terechtkomt. En ook dat die aan de zijkanten goed aansluit. De keerzijde van heel goed aansluiten is dat we dan zien dat de lenzen van de brillen gaan beslaan. Dus goed aansluiten is belangrijk, maar zorg wel dat de bril ook voldoende blijft ventileren. Sommige brillen die hebben daarvoor speciaal ventilatiegaatjes in de lens zitten. Dan zien we dat de brillen niet beslaan tijdens het fietsen. Maar als je dan stil gaat staan, beslaan ze wel vaak. Dus zoek het compromis tussen een bril die goed aansluit, maar wel voldoende ventilatie heeft om niet steeds te beslaan. Waar je verder op kan letten op het moment dat je een bril koopt, dat is of de pootjes van de bril verstelbaar zijn. Dan zijn ze vaak wat buigbaar aan de uiteinden. En of de neusvleugel verstelbaar is en ook voldoende breed is. Heb je een brede neusbrug, dan kan je beter kiezen voor een bril met ook een breed en goed verstelbare neusvleugel. Draag jij een bril om goed te kunnen zien, dan zijn er ook sportbrillen in de markt met lenzen die je erin kan slijpen, waardoor je gewoon scherp kan zien terwijl je je sportbril op hebt. Heb je alleen een bril nodig om te kunnen lezen en dan bijvoorbeeld tijdens het fietsen op je navigatiescherm van je fietsen zou willen kijken? In dat geval zijn er sportbrillen in de markt met een leesgedeelte erin. Mijn naam is Roel en I'll be back. Vond je deze video leuk? Klik dan op like en abonneer je op ons kanaal. Dan hoef je nooit meer een video te missen. Bekijk ook onze Facebookpagina en onze website.